heb deze mooie beker gekocht op de rommelmarkt. En ik wil een voorleeswedstrijd houden wie het best en het origineels kan voorlezen. Alle kinderen bereiden zich voor op de voorleeswedstrijd. Welke sprookjes zullen we kiezen? Als het maar geen sprookjes over een heks, misschien kunnen we zelf een sprookje schrijven. We kunnen ook een toneelstuk spelen over een sprookje. Ja, dat is een goed idee, want ik wil die beker echt wel winnen. Misschien kunnen we wel Hans en Grietje doen. We zien ook een leuk dansje erbij. Ja. Maar het moet natuurlijk wel zo creatief mogelijk. Oké, jongens, even weer de aandacht erbij. Ik ga voorlezen uit het grote sprookjesboek. Misschien krijgen jullie dan wel een ideetje wat jullie zelf willen voorlezen. Ja, een sprookjesboek. De dienaren moesten de oude toverheks. Gaat wel met u, meester. Ja, kinderen, ik weet niet wat er met me aan de hand is. Jullie mogen allemaal een half uurtje eerder naar huis. Meester, weet u het wel zeker? Ja, gaan we. Ik ga vandaag gewoon vroeg naar bed, zodat ik morgen weer ben op. De meester heeft erg veel last van zijn buik. Beterschap, meester. Ja, dankjewel. De volgende dag staat er ineens een nieuwe juf bij de klas. Goedemorgen, kinderen. Zoals jullie weten is de meester ziek. En ik ben de invaljuf. En het kan nog wel heel lang duren en ik heb er heel erg zin in. Mijn naam is juf Rita X. Wat heeft de meester nog nooit gedaan? Ja. Stoppen! We beginnen met spelling. Schrijf op. Kakkerlak. Wat een raar dicté. Nou zeg, het lijkt wel een Griekse dicté. Kom maar mee, ventje. Gaan we alle kikkerbilletjes wassen? Zo, ik kom niet terug voor alle kikkerbilletjes gewassen zijn. Zo, dat gebeurt het met kinderen die ongehoorzaam zijn. We gaan nu rekenen. Pak allemaal jullie rekenboek en schrift. Schrijf op. 53 spinnen. Plus 29 spinnen. Maar ik ben hartstikke bang voor spinnen. Tegen deze juf kun je beter niks zeggen. Kom maar hier, Watje. Ga maar naar buiten. Kom terug tot Watje. 933 spinnen hebt gevonden. Blijf weg. Goh. Ook in de pauze mag er niet worden gespeeld. Tempo! Ik vind ze nog wel erg streng, hoor. Ja. Ik vind dat ze zo raar doet. Ze lijkt wel de heks uit de meeste sprookjesboek. Eigenlijk ben ik wel een beetje bang voor haar. Ja. Ze zit hier aan die aard tegen ons. Op jullie plaatsen! Zo, dat lijkt er wat meer op. Maar. Het lijkt het leger wel. Maar hoe krijgen we deze enge juf, hè? Niet of ik het sprookjesboek van de juffrouw te vermachten. Daar heb je wel eens gelijk in. Misschien bestaat daar een bepaalde tip in. De kinderen gaan proberen het sprookjesboek te stelen. Misschien kan die hun van de juf afhelpen. Waar gaat dit aan? Maar wat staat de juf nou te doen in de klas? Pak de slap erin. Nog maar dit. Lekker roeren. Wat komen jullie hier doen? De kinderen gooien de juf in een kookpot. En wat een bende is het? Nou, wat is er aan de hand? Oh, niks hoor. We zijn gewoon bezig met de kookles. Oh, nou, ik heb hem altijd al een beetje raar gevonden, hoor. Gelukkig hebben de andere meesters en juffen niks door. Meester, waar komt hij nou vandaan? Ja, uit de kookpot. En hij heeft allemaal een ding op je hoofd. Maar hoe bent hij daar gekomen dan? Toen ik naar de auto liep, toen ben ik ontvoerd door de heks naar haar huis. En ze wou me in de kookpot gooien. Maar hoe zit het dan met de voorleeswedstrijd? Nou, de beker is bij heks. Dus ik ga een nieuwe beker kopen. Dan kan de wedstrijd gewoon doorgaan. En je heks zien ze niet meer terug. Opgeruimd staat netjes.